Ja, het is vandaag dinsdag. Het is al 9:30 geweest. We zijn hier druk bezig in deze mooie kamer. Want jullie zien al waar ik sta. Met de mooie kleuren op de achtergrond. Maar er is een hele hoop veranderd. Wij gaan dus nu eventjes hier bezig. Want deze doos moet eigenlijk het liefst de kamer uit. En we zijn bezig met was opvouwen. Was opvouwen. Daar is Ro. En ja, jullie zien het. Het is heel mooi groen en bruin en wit. Ja, en daar is ook weer groen. Jee, joepie. En daar is het ook groen. Ja, helemaal top. Goed zo, top. Oh, dit schiet al aardig op. Moest je kijken. Dat moet nog even uitgezocht worden. Dit pas ik nog. En van mijn kleding wat nu al nou, daar allemaal in zit. In die tas. En ja, we gaan lekker bezig. We zijn lekker bezig. Zal ik het zo zeggen? Hé! Hey. Zo, focus! Jee! Ja, is goed, jongen. Ja, we zitten even lekker weer buiten komen van alweer heel wat uit te hebben mogen ruimen vanuit de doos naar drie tassen weer. En dat moeten we weer even gaan vacuumzuigen in tassen. In zakken, tassen. Ik vind het helemaal goed. En nou ja, dat zeg ik. We zitten hier lekker even bij te komen bij de pc. Terwijl de pc lekker uitstaat. En Rodi zit lekker achter mij, schat. En ja, we gaan even dingen unboxen. Zoals deze, die en die daar. En Rodi gaat dus nu de camera even overnemen. Ja, gezellig. Heel gezellig. Ja. Vertel het eens. Wat zit er allemaal in? We hebben dus deze besteld. Deze. Besteld en gekregen ook nog, want dat zou je niet hebben. Nee. Maar dat blijkt dus goed te zijn als je zwanger bent. En hoe toevallig ben ik zwanger, jee. Nu betekent dat wat nieuws. Mag ik een skaartje voor jou, alsjeblieft? Goed. Dank je. Alsjeblieft, een schaartje. Hè? Een schaartje. Ja. Ze hebben het wel goed dichtgeplakt hier, moet ik zeggen. Nou, en terecht. Stel het zomaar opengemaakt wordt. Dan krijg je een tweedehands band, dat wil je niet. Nee. Ik had daar ook nog een schaar. Maar niet uit. Deze beter. Ja. Nou, we hebben hem nu open. Ja. Gaan we hem lekker zo doen. Zo. En dan komt daar een heel zwaar... Ja, zwaar. Nu nog niet. Zit mooi ingepakt. En hier een mooie kom. Piepom, piepom, piep. En we hebben hier een hele mooie beschrijving. Handleiding. En ook de oefeningen die je hiermee kan doen. Oh. Dus zit op de bal, heupbewegingen, rugligging, been optillen. Kassat oefeningen, kruiscoördinator, ja. Centauri, anti-bus burst gymball, black, 35 centimeter. Helemaal goed, dankjewel. Dus, ik ga hem even uitpakken. Dat is wel heel goed... Netjes ingepakt, dat dan weer wel. Heel netjes. En het gaat nou gelukkig. Jo. Hoe toevallig. Het is ook rubber. Met plukjes. Oh ja, voor de mensen die eventueel een kleed hebben. Want ik wil hier een kleed hebben. En dan niet hoogpollig kleed. Maar gewoon zo'n gehaakte kleed. Dat vind ik even iets fijner. En dan ga ik deze dus nu... Hij plakt lekker. Jeetje. Plastic of rubber. Mooi. Jee. Zo, dat is een flink ding. Nou, een badje ervan maken. Bijna wel, ja. Sorry, vond ik leuk. Oh, hier zit opblaaspunt. Ja, we hebben hier nog een pompie de pompie. Hoe ja. Dat ik net zei. Pompie, pompie, pompie. Hoppa.
Deze kan ik altijd wel bewaren. Dat is wel handig. Hallo, dat zeg ik niet. Niet, jammer. Zeg je dat maar. Met verschillende spruitstukjes. Ja, ik denk het. Geen idee hoe dit nog werkt, maar oké. Waarschijnlijk met het slangetje. Slangetje, slangetje, slangetje. Slangie, slangie, slangie. Is blauw opblazen of en rood? Weet ik veel. Hoe moet ik dat weten? Nee, als je pompt, dan weet je wel. Geen idee waar de lucht uitkomt. Joh! Dat is toch handig? Nou, we gaan het even oppompen en dan zien jullie zo meteen hoe die is. Kijk hier. Kijk. Niet even mee. Nee, even. Kijk eens. Lof. Kom hier. Los. Wat is er? Wat is er? Kom hier dan. Oeh, la 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 la. Auw. Nee, laat gaan. Niet daaronder. Want dan gaat, nee, want dan gaat het deze en kapot maken. Daar heb ik geen zin in. Onder je door. Nee, los. 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 Aardig groot geworden. Klein is ook aardig groot geworden. En klein. Ja toch? Je hebt ook groot geworden. Hè? Ja. En maar dit zijn dan zeker aan die stops of niet? Ja, dat zijn één voor erin en één reserve. En die kreukels die moeten eruit, ja. Ja, die kreukels wel. Je moet een harde bal zien te krijgen. Hij is er bijna. Ben je wel blij mee met die bal? Dan is het goed. Nee, daar mag jij zeker niet in bijten. Ja, balletje, ja, dat dacht ik al. Nee, daar het niet over hebben. Het is zeker geen tennis, B. Nee, dat is het niet. En er mag nogal wat lucht in. Nog even doorpompelen. Ja. Ja? Gaat hij nog? Ja hoor. Er mag nog heel wat lucht in. Je moet gaan bouncen. Er is nog helium erin, dat is veel beter. Huh? Als je nog helium erin pompt, is veel beter. Ja, maar dat kook ook jij. Wil je even checken? Met je hand? Kom, nee, dat is wel aardig, ja. Kan er meer bij? Ja, er moet nog zelfs meer bij. Het moet flink hard worden. Dat is appeltaart, moet ook even flink hard worden. Die bal tussen je benen, want hij draait iedere keer weg. Van me af. Zo. Zo flink stevig.
Ja, dat schiet eruit omdat de druk te hoog is. Nee. Dus dan ben je al in de buurt? Nee. Niet? Nee. Ik wou hem juist met jouw kant op doen en toen raakte ik hem aan. Oh, ja. Aanraken. Ik ga echt wel nog wat harder, hoor. Nog wat harder. Helemaal goed. Kijk, hallo, hier. Hij moet echt harder. De trein heeft al iets gevonden, hè? Precies daar. Grapmakeres. Altijd op iets liggen. Ah, jezus. Kom, piepom. Nog even, mopje. Ja. Kijk, deze en deze kreukt en die gaat er bijna uit. En daar let ik eigenlijk op. Dat is behoorlijk hard, hoor. Ja, maar ik weet hoe en hoe hard Miron en het Enzo het hadden. Oké. Okay. Mag er ook iets meer bij, hoor. Kijk, en Ro die houdt hem dus nu zo vast. Ja. Ik geef jou alvast eentje, want jij bent heel snel met dat. Klein beetje erbij. Doe jij eens even gewoon met eventjes en met je hand even. Maar hij mag zo wat niet meer indeuken, hoor. Ja, dit spuit er bijna uit. Hè? Huh? Spuit er bijna uit hier. Ja, nou dan en dan ga je 1, 2. Check. Zo dan. Ja, maar dat is voor mij. Alsjeblieft, kun je mij kijken hoe ik dat vind. Zo, dan gaan we die even raar. Gaan we die even raar naartoe doen. Hoppa. Dat ga je aan, hoor. Ja, geen idee. Hoppa. Hij mag echt nog harder, hoor. Nog harder? Oké. Dat kan je toch niet bouncen? Jawel. Want ik zak nu zo helemaal door achter. Moet je maar kijken achter. Even achter kijken. Kijk. Oké. Okay, nou. Zij vindt dat hij harder kan. Dat is prima. Ga je zachtjes doen met kind? Ga je zachtjes doen? Aandacht. Dat wil ik hebben. Zitten. Ja, hallo. Zitten. Want ik moet eigenlijk wat meer zo zitten, zeg maar. Maar ik moet... Dat is harder. Oké, okay, je moet even terugpompelen. Dus bijpompelen. Dus, ja. Is goed. Oké. Okay. Ja, nou, daar zit je dan. Ja, lekker aan het bouncen. Lekker. Bounce die lekker? Ja. Is die hard genoeg zo? Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Beter en beter als net. Ja. Dus, maar we zijn er nog niet met unboxen. Nee. Oh. Ga je unboxen op de bal of op de kruk? Op de bal. Die kant op. Ga die kant op. Hey. Zo, hoppa. Dan hebben we hier nog een mooi pakketje. Een bruine. Ja, een bruine. Zo. Goedemorgen. Ja, het moet eruit, hè. Wat zit daar, hè? Een doosje. En er zat dus al één bij. Oké. Dus we hebben er nou in principe 5. Oké, ook goed. Ja! Top. Ja. En wat dat is, dat mag Roy weer uitleggen, want ik heb een beetje te snel gedronken. Even niet hier aan bijna bij de bol. Een labelingmachine. Ja. Met cartridges. Kijk eens aan. Is wel handig natuurlijk. En dan heb ik hier nog iets.
Ja, heb ik hier nog het een en het ander. Het was hier leeg, dus hier hebben we nog één. En dan hebben we hier nog één, drieën. Dus okay. In totaal om vier. Nou, mooi. Dus die kunnen dan daarin. En deze moet naar de kinderkamer. Babykamer, kinderkamer, voordat ik ook... En de hele moedermafia over me heen krijgt van ja, maar het is geen kinderkamer, het is babykamer. Het maakt niet uit, het is mijn kind, dus het is ons kind. Dus het is gewoon een kinderkamer. Want het wordt ook, als het ouder wordt, wordt het ook gewoon een kinderkamer. Dus alleen het is nu dan, dus aanhalingstekens, een babykamer. En als het te ouder is en het kan praten, dan kan het meebeslissen welke kleur, welk behang, et cetera. Maar het liefst heb ik geen behang, gewoon lekker schilderen op pa. Oké, dus eerst de babykamer, dan de peuterkamer, dan de kleuterkamer, dan de kinderkamer, en dan... dan de puberkamer, en dan de opa-kamer. Ja, of oma-kamer, whatever. Ja. Ja, dat dus. Maar jij had ook nog een pakket. Check. Twee, wat is bij? Waar heb jij nog meegenomen? Een hele goeie. De bruine en dat? Ja. En pakketje drie, ja. Waar is dat gebleven? Die gaan we even opsnorren, mensen. Die gaan we zeker even opsnorren. Komt goed. Uifje. Niet bij die bal. Daar. Mogen we. Liggen. Liggen. Prima. We zouden nog een pakketje zoeken. Hey, hebben we gevonden. Ja, een witte. Een witte pakketje. Dat ik nou net willen hebben, dat witte pakketje. Dus die gaan we ook even openen. En dit is dan niet voor in mijn auto. Maar voor, ja, ik heb het gevoel dat je naar beneden gaat. Dat vind ik makkelijk. Naar beneden aan het Nee, je moet een beetje, een beetje zo. Voor mijn gevoel. Een beetje zo, ja. Ja, dat je dus die lens een beetje zo. Nog ja. Hoger, maar dan ben je niet in beeld. Oh ja, weet ik niet. Maar oké. Maar we hebben dus het pakketje gevonden. En we gaan hem openen. Maar wat ik dus al zei. Het is niet voor in mijn auto, maar het is voor een Rozenauto. Maar het is wel weer voor mij bedoeld. Ja. Hoppa. Ja. Goeie? Ja. Is het de goeie? Het is roze. Roze? Ja, het is roze. Ik had helemaal geen roze besteld. Ah, dat maakt niet uit. Dan gaat hij mooi in jouw auto. Nee. Nee. Ik hoef geen roze dingen. Ah ja joh, schijt toch uit, doe normaal. Schijt toch uit, vent. Dus. Ik wist niet dat er kleuren op dat ding stonden. Ik zie een zwarte in beeld, plaatje. Dan doe die zwarte maar. Ik denk dat het ook een zwart is. Ja, het is een zwarte. Jullie moeten het eigenlijk is nu. Geen 1 april. Jullie moeten zijn gezicht zien. Mooi roze, toch? Nou. Want hoe ver heb je mij ingezoomd dan? Want ik heb ook gewoon zo en ik heb jou gewoon in beeld. Ja, nou, ik had jou toch ook in beeld? En ik zit hoger dan jij. Ja, dat is waar. Dus. En, maar, want, dus. Dus, dat is, hoppa. Maar, ja, ik ga hem even uitpakken. Het is een mooie zwarte. Een mooie roze heeft hij. En deze heb ik dus ook in mijn auto. Maar jij hebt wel een dolfijntje, die heb ik niet. Een dolfijntje? Oh. Dat zit lekker, een dolfijntje. Ja, ja. Die heb ik nog niet eens, een dolfijntje. Wat de crap. Dat is niet dezelfde dus. Nee. Dat is wel leuk. Dat jij dus een dolfijntje nu hebt. Oké, dus ik heb iets... besteld voor jou. Mm-hmm. Jij stuurt die bestellink weer terug naar mij, waar ik het nog een keer kan bestellen. En dan krijgen we iets anders. Ach ja, maakt niet uit. Maar deze is wel beter. Dus dat mag dan wel in mijn auto komen. Ook al is die roze, zoals jij zegt. Jongen. Probeer je mij weer op die nieuwe IKEA-kast te krijgen of zo. Ja, precies. Die zelfbouwpakketkast die je niet wilde hebben, maar toch wel blij mee bent. Ja. Dus, en die gaan we dan morgen even in je auto even installeren. Ja, ja. Ik weet hoe het moet. Ja, jij wel. En dan kun je dat ook weer filmen. Hoppa. Helemaal goed. Blij mee?
Ja, ik wel. En dan gaan we even dit eventjes even installeren in deze kast. En dan gaan jullie dat ook zo meteen zien. Jullie zien dus nu dit. Ja, dan moet je even gaan opstaan, schat. Duh. Dit zijn de slipjes. Zo. Rolf, kun je dat niet buiten doen? Nee. Dit zijn de slipjes die ik aan kan. En hierachter heb ik slipjes wat gewoon nu te krap zit. Ja. En heb ik hier allemaal BH's. Dit pas ik. En hierachter, dat zijn de hele nieuwe BH's. Ja, die hoef je nog niet te passen. Nee. En dus, dat zeg ik, we gaan dit even gaan indelen met die spullen. En dan gaan jullie dat zo meteen zien. Helemaal goed. Toppie. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.